Mijn naam is Karine, mocht je me nog niet kennen, welkom op mijn kanaal Blondie Beauty Fashion. Ik film nu naar de spiegel toe, heel raar, maar dat is omdat ik vandaag mijn avondroutine ga opnemen. Dus wat ik doe om me klaar te maken om te gaan slapen, hoe ik mijn gezicht reinig en wat ik er daarna allemaal opsmeer. Zoals je ziet ben ik inmiddels klaar. Hier, dit is mijn echte hand en nou, dit is de spiegel. Heel gek om daarin te praten, maar leek me wel zo handig, want dan kun je precies zien wat ik doe. Ik ga je laten zien van begin tot eind. Dit is het eind en ik laat je zien hoe ik mijn make-up eraf haal. Dus als je benieuwd bent, blijf dan vooral even kijken. Wat ik altijd doe is eerst mijn haar vast. Ik gram trouwens, want ik sta zoals je kunt zien in onze badkamer. Maar dat mag de pret niet drukken. Laten we maar gewoon beginnen bij het begin. Ik pak altijd watjes. 2 stuks. Ik ben altijd best wel zuinig met watjes, om een of andere reden. En dan pak ik als eerste van Nivea. En dit is de oogmake-up remover. En dit is degene met 2 delen. Zoals je ziet zit er een blauw deel in en een oliedeel. En die schud je door elkaar. En daarmee haal ik mijn oogmake-up eraf. Als ik wat last heb van gevoelige ogen, wat ik wel eens heb om een of andere reden, dan, waar je ziet... Dan pak ik deze. Dit is amandelolie van de tuinen. Dus die doe ik gewoon met mijn vingers. Maar dit doe ik met een watje. Nou, mijn watjes zijn van Kruidvat. Ze hebben 2 kanten. En ik gebruik altijd de ribbelige kant om mijn oogmake-up te verwijderen. Ik leg het er even op. En dan ga ik zachtjes het eraf wrijven. Geen druk zetten of zo. Ik trek al het hele rare gezicht erbij. Ik weet het ook niet. Nou, als dat eraf is, gaat echt super simpel. Dan doe ik er nog een klein beetje extra bij. Net zeg maar een ander stukje van het wattenschijfje. En dan leg ik dat weer even op mijn oog, maar dan op mijn andere oog. En ik weet niet, ik vind het gewoon heel zonde om heel veel wattenschijfjes te gebruiken. Dus ja, ik doe het altijd met 2. En ik denk dat de meeste mensen er meer gebruiken voor zeg maar, wat ik ermee doe. Nou, als die schoon zijn, dan pak ik micellair water. En ik gebruik deze van Garnier. Dit is het Garnier micellair water en dit is voor de gevoelige huid. En die breng ik op hetzelfde watje aan, maar dan op de andere kant en dan uiteraard op het schone deel. Dus dit is de kant zonder de ribbeltjes. En dit is eigenlijk meer een soort eerste stap. Hierbij haal ik de basis zeg maar, van make-up weg. En even de olie van de remover. Nou, nu is dit wasje is nu wel klaar hoor jongens. Dan pak ik dit dingetje. En dat heb je al eens in mijn favoriete video's voorbij zien komen. Dit is een soort, ik zal het even van dichtbij laten zien. Het is een soort, ik heb hem net even schoongemaakt, dus ik denk waarom is die nat. Het is een soort siliconenachtig dingetje met een soort borsteltjes. En aan de achterkant zit een soort napje, een zuignapje of zo. En dat, nou, ik hou dat zeg maar zo vast. En ik doe hier wat sop op en dan breng ik het aan op mijn gezicht. Ik gebruik het liefst deze. Dit is de Estée Lauder Perfectly Clean. Maar zoals je ziet is die een beetje op. Dus ik gebruik nu even deze van Olaz. Heb ik nu een tijdje gebruikt. Maar ik merk toch dat mijn huid het beter doet met de Estée Lauder Perfectly Clean. Dus die ga ik weer aanschaffen. Maar die is nu een beetje op. En daarmee ga ik mijn gezicht wassen. Ik heb dus een beetje sop erop gedaan. Je hebt helemaal niet veel nodig. Dan hou ik hem even onder de kraan. En dan ga ik in ronddraaiende bewegingen over mijn gezicht heen. En dit is wat ik 's avonds doe. En 's ochtends gebruik ik mijn geliefde Clarisonic Mia 2. Maar om een van de redenen vind ik dat gewoon lekker onder de douche. En doe ik dit altijd 's avonds. En ik masseer dit gewoon in mijn gezicht. En het is echt super zacht. Het voelt echt heel fijn aan. Een soort mini massage. En dit haalt eigenlijk alles weg wat er nog zat. Kijk, dat zie je ook wel. Jammie pammy. Dan maak ik hem schoon.
Nou, dan ziet hij er gewoon weer schoon uit en dan ga ik mijn gezicht wassen. Nou, dan heb ik mijn gezicht afgedroogd en dan ga ik aan de slag met toner. Dus dan pak ik deze. Oh. Dit is de Estée Lauder Perfectly Clean Toner en ik vind deze heel fijn. En die hoort eigenlijk dus bij deze. Alleen, ja, ik doe hier altijd veel langer mee dan bij deze. Dus die ga ik gebruiken op mijn schone watje. En dan niet de rilletjeskant, maar de gewone kant. En daar breng ik een beetje van aan. En daarmee ga ik nog even over mijn huid heen. En dit zorgt ervoor dat je poriën zich weer sluiten. Ik ga hiermee niet over mijn ogen heen. Dat is te heftig, zeg maar. Zo. Nou, dat moet even verdampen. Dus laat ik altijd even twee tellen verdampen. En ondertussen pak ik mijn andere producten. Als ik een beetje onzuiverheden heb, of als het richting de tijd van de maand gaat, of nou, dat soort dingen, dan pak ik als eerste deze. Dit is de La Roche-Posay Evoclar Duo Plus. Daar heb je me al vaker over gehoord. Ik vind het super fijn spul. En ik gebruik het eigenlijk op mijn probleemzone. En dat is deze zone. Zoals je ziet had ik hier een onzuiverheid en die is nu aan het weggaan. Dus nu smeer ik dat gewoon nog hier op. Nou, als ik die heb ingesmeerd, dan ga ik door met mijn grote favoriet. En dat is deze. Dit is het L'Oreal Youth Coat Serum. Sorry, het staat er nou op in het Italiaans. Maar dit is het Youth Coat Serum. Dat vind ik super fijn. Je hebt er meerdere verpakkingen van. Ze zijn heel lastig. Er is heel lastig aan te komen. Maar dit breng ik aan over mijn hele gezicht. Behalve dus de zone die ik net heb ingesmeerd. Dan de Ethos oogcreme. Dit is de Ethos Cutine Eye Cream Anti-Wrinkle. Zal je net zien dat het nu mislukt. Normaal gaat dat zo'n heel mooi streepje. En die breng ik in kloppende bewegingen aan. En dan als laatste nachtcreme. En de laatste tijd gebruik ik deze graag. Deze is van Weleda. Dit is de amandelcreme voor de gevoelige huid. Maar deze gebruik ik ook heel graag. De Embryolisse La Crème Concentré. Eén van die twee. Zoals je ziet zijn ze allebei bijna op. Ik probeer nu nog wat uit die Weleda te krijgen. En that's it. Dat is wat ik doe voordat ik ga slapen. Dan trek ik mijn pyjama aan. En that's it. Mijn haar borstel ik eigenlijk bijna nooit voor het slapen gaan. Zou ik misschien eens moeten proberen. Maar ik doe het wel vaak los. Of in een knot hangt het een beetje. Als ik mijn haar gekruld heb, dan doe ik het oprollen in een knot. En anders dan doe ik het los. Dus that's it. Zo maak ik me klaar voor het slapen gaan. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete producten zijn. Die jij gebruikt voor het slapen gaan. Laat het vooral even hieronder weten in de comments. En ik wil je weer super bedanken voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je de video leuk vindt om een duimpje omhoog te doen. Of je te abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion. En dat kan hier aan het einde door op mijn gezicht te klikken. In een klein bolletje. Hier ergens staat het geloof ik. Nee, hier. En ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je snel. Doeg!